van de oceaan naar jullie. Ik heb nog steeds geen beeld van Robert. En hij is natuurlijk wel de organizer. Ja, ik zou in ieder geval een klein verhaaltje doen over ons nieuwe boek, Detroit for Beginners. Voor ambitieuze beginners. Ik heb ze nog maar eventjes ook meege. Ik heb natuurlijk hier ook een aantal exemplaren. Het is natuurlijk wel leuk om het even te laten zien. Dat we ze alle drie zijn ze er nu. Hè. Dus dit is de nieuwste. Het is Daytrading voor ambitieuze beginners. En daarvoor hadden we dan natuurlijk Crypto voor ambitieuze beginners. Dat is eigenlijk het eerste boek wat ik samen met jou ooit heb gedaan. En dan daarvoor het eerste boek eigenlijk hè, is Forex voor ambitieuze beginners. Velen van jullie zullen dat inmiddels ook wel hebben. Dat gaat dan natuurlijk uiteraard over de forex en de valutahandel. Dus het is een aardig dik stapeltje wel aan het worden. Als er nog iemand anders een idee heeft voor een ambitieuze beginners boek voor de ambitieuze beginners serie, dan houden we ons natuurlijk aanbevolen. Ja, ik zie het bij jou zitten al vouwen in, Arie. Dat is een goed teken, toch? Ik denk dat je er veel hebt gelezen. Ja, het laatste boek, hè, dus wat het daytrading boek is ook, dat hebben we natuurlijk, sommige van jullie hebben het ook al wel aangegeven, dat is best wel een dikkerd. En dat is eigenlijk bijna een naslagwerk. Dat doe ik, daar kijk ik zelf ook nog graag regelmatig in. Omdat er allerlei strategieën in zitten die worden uitgespeld, zeg maar. Dus dat is echt wel iets anders dan, of iets uitgebreider dan toch wel dan het cryptoboek. In het cryptoboek ging het natuurlijk ook veel over hoe crypto nu precies werkt en hoe je daar nou per tweede mee om moet gaan. Waar je moet letten als je gaat handelen in crypto's en wat zijn goede coins en wat zijn geen goede coins. Maar hier bij daytrading zijn we echt toch wel voor een groot gedeelte echt gaat het echt om het traden. Ja, toen we daar eenmaal inkropen, toen kwamen toch allerlei dingen onder voor. Ja, werd dat dus uiteindelijk een behoorlijk werk. Wie van jullie heeft het eigenlijk al gelezen? Er zijn al, behalve Arie, zijn er al veel mensen die het hebben doorgewerkt. Ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig natuurlijk wat jullie van vinden. Als je een review wil achterlaten op bol.com, zijn we daar natuurlijk heel blij mee. Want ja, jullie weten allemaal, hè, bij bol.com gaat om de reviews. We hebben er natuurlijk hard aan gewerkt. Dus als je even een stand, nou ja, goed, een leuke review achterlaat met één regeltje, dan zijn we zeer erkentelijk. Want er komt nu weer de Sinterklaasperiode, komt er weer aan. Dus ja, ik heb een aantal van jullie wel reviews al gezien. Ik weet echt niet uit mijn hoofd, Arie, of ik die van jou heb gezien. Maar we hebben natuurlijk al een aantal reviews. Maar daarom, ja, als je eventjes tijd hebt voor me, of je bent op bol.com en ik oh, even een review voor die Peets en Schutte achterlaten, dan zijn we daar zeer erkentelijk voor. Want ja, wat ik zeg, het was best wel een hoop werk om te schrijven. En dan is het natuurlijk ook wel leuk als we nog een paar verkopen. Het loopt overigens best goed, dat even terzijde. Maar ja, reviews zijn natuurlijk altijd belangrijk. Dus bij deze, ik zie hier inmiddels dat Jan Robert ook is aangeschoven. Want ja, als presenter ben ik heel nieuwsgierig wat hij in petto heeft. We hebben nog geen Ja. geluid. Oh, nu wel, nu wel. Jawel, daar ben ik. Hoe het Er inkleden? zijn. Er, nou, ja, goed. Alleen er is een van de virusscanner die sloeg op hol en die heeft alles geblokkeerd. Dus ik kon niet. Oh. Dus ik kon niet inloggen. Dus, maar nu wel. Ik zet dus mijn camera uit. Het is mooi dat je even het woord hebt genomen, Jelle. Met plezier. Ja, dus met andere woorden, ik wil u van zeggen, je bent weer terug in New York, zeker, hè? Ik ben nu weer in New York en ik kom over een paar weken ook weer naar Nederland. Maar ik ben nu weer even in New York. Het is heel mooi weer. Dat zien jullie misschien niet zo Ja. goed, want ik heb het gordijn dicht. Want anders komt er echt iets te veel licht binnen. Ik zal even doorkijken. Hoi! Nou, we zijn weer dicht. Want dan wordt het ook een beetje warm, want de zon staat er echt precies op. Ja, het is heel mooi weer hier. Dat heet ook wel de Indian Summer, hè? Dus als je ooit nog naar New York wil komen, dan is dit eigenlijk best een goede tijd. September, oktober is het niet meer zo heel warm, maar vaak wel nog echt wel mooi. Terwijl in juli, augustus, als juist heel veel mensen natuurlijk komen, dan is het echt super warm en is het eigenlijk niet zo'n goed idee om te komen. Dus april, mei, september, oktober. Dat zijn de beste periodes.
Ik wil in ieder geval Jelle. Ja. Even kijken. Ik zie, ja, je hebt een kleine introductie gedaan. We hebben deze sessies altijd één keer per maand voor de Q&A. Dus zijn er nog, ja, als je nog vragen hebt, drop die even in de chat. Dan pakken we die even op. En ondertussen pak ik mijn grafieken erbij. En ik ben in ieder geval blij te vernemen ook dat de meeste ons boek ook heeft gekocht ook. Ja? En dus daar zijn we ons jullie echt zeer erkentelijk voor. Tuurlijk. En ja, absoluut. En dus ik pak zo even de dingen over. Ik denk niet dat het nodig is om een PowerPoint te laten zien. Maar zijn er op dit moment vragen met betrekking tot het, ja, het trainingboek, zeg maar? Onderwerpen die zeggen, nou, dit moet gewoon, dit behoeft toch nadere toelichting? Even kijken, het OCD-patroon. Zal ik hem even bijpakken? Ja, die werkt eigenlijk, dat is een beetje counterintuitive misschien. Hè? Tegen, hoe zeg je dat? Counterintuitief. Counterintuitief, ja. Omdat je verwacht van, nou, het is maar een beetje hoe je naar kijkt. Het ABC-patroon gaat dus, loopt zo, hè? Zo, als het een opwaarts patroon is. En je moet je herinneren, wel in gedachten blijven houden, het gaat hier om daytrading. Dus het gaat allemaal om korte trades. Dus als je op de lange termijn kijkt en je ziet, ja. Want ik snap wel waar de verwarring vandaan komt. Als je op de lange termijn kijkt, en volgens mij zit hij hier niet bij in de presentatie die ik ooit heb gedaan, het ABCD-patroon, maar hij zit dus wel in het boek. Dus okay. Ik kan het hier laten zien, degene die het boek al hebben, het is inderdaad bladzijde 121. En ja, om even gewoon heel kort te gaan. Kijk, als je op de lange termijn kijkt en je ziet zo'n patroon als dit, zeg maar. Dus ik weet niet of jullie dit kunnen zien zo. Dit rechterpatroon. En dan zeg je natuurlijk, nou, ik trade met de trend mee. Dus ik stap in als die in de pullback en dan trade ik mee omhoog. Ja, dat kan natuurlijk heel goed. Maar als je een ABC-patroon in daytrading toepast, dan kun je ook zeggen, nou, ik stap in bij de toch wel onvermijdelijke pullback. En dan short ik. En als je dus bij een opgaande, dan short ik de beweging. Dat doe je natuurlijk maar heel kort. En want daarna gaan we weer omhoog. Maar dan pak je dus een klein winstje, maar wel een goede kans op een winst. Want je ziet hier, dat zijn een aantal voorwaarden waar je moet kijken, is dat de lengte van poot B naar C, in verhouding tot de lengte van poot AB en CD, dat is belangrijk. Want dat geeft een grotere kans op dat de lengte van poot, laten we maar even noemen DE, ongeveer de lengte van poot BC. En dan krijg je dus een trade met een redelijk grote zekerheid. En dat is belangrijk. En als je, ik zit even snel te kijken of ik nog een aantal andere belangrijke punten eruit kan halen. Ik heb het grafiekje voor jou. Zeg je, Jan-Robert? Ik heb het grafiekje voor jou. Hoofdstuk 11 is dat, hè? Ja, hoofdstuk 11. Ja, gooi hem er maar even op, anders. Oké. Okay. Ja, ik heb hem even gaan nu delen. Dus kun je een toelichting geven, inderdaad. Dat klopt, hè? Dat dit ABCD-patroon is, hè? Ja. Ja, dus je kunt er op verschillende manieren mee omgaan. Dus je kunt, kijk, de klassieke variant is dat je dus, zeg maar, je short op punt D. Omdat er is dan een vrij duidelijk patroon gevestigd. En we zijn een keer omhoog gegaan, omlaag en weer omhoog. En dan is de kans groot dat we ook weer een stukje omlaag gaan. En dan kun je dus in de pullback, kun je dus nogmaals bij de bearish varianten, kun je daarop traden. Je kunt ook zeggen, ik ga voor de agressieve variant. Dan kijk je juist om in te stappen. En dan, maar dan heb je dus een iets minder conformatie heb je gehad. Want je hebt alleen poot AB en poot BC. En dan zeg je, nou oké, okay, ik zie nu weer een kleine, begin weer de andere kant op. Hè. Daar staat die entry daar ook, zeg maar, net boven C eigenlijk. Zeg je, oké, okay, volgens mij gaan we weer de andere kant op. Ik stap in en dan stap ik met de trend mee. Dat is een wat agressieve variant. Maar dan trade je wel met de trend mee. Dat heeft ook weer voordelen. Maar de klassieke variant, die kijkt dus naar van, oké, okay, ik wacht tot ik kan zien dat er een patroon is established. Nogmaals, dan kijk je naar daytraden, dus echt op de korte termijn. En vervolgens ga ik dan op de pullback treden.
Dat doe je ook bij de bullish one. Want bij de bullish ABCD gaan we dus gaan we ook de andere kant. Dus dan hebben we eigenlijk een neergaande trend. Dat is eigenlijk dus bearish, zeg maar. Dus we gaan omlaag, wordt de pullback, verder omlaag en weer een pullback. En dan zit je ook weer in de pullback. Je moet wel rekening houden dat dit dus kleine, je pakt die kleine winstjes. Je moet hier dus niet gaan voor echt een grote beweging. Het gaat hier om trades die relatief grote zekerheid hebben, maar waar je maar weinig winst pakt. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Je moet je stop hier ook straks zetten. Ja, bearish is inderdaad sell. Hè? Dus bearish is verkopen. En zoals verwacht, ze speculeren op daling. En bullish is speculeren op stijging. Je moet dus bij dit soort trades ja. Dus de stop ook straks zetten. Ja, want zo gauw je onder dat punt, we hebben bij die laatste, bijvoorbeeld bij de bullish beweging, zeg maar, als je dus op de pullback gaat traden, dus jij pakt dus het bullish momentje, zeg maar, waarbij we eigenlijk weer een stukje aan het herstellen zijn. Zo gauw, bij wijze van spreken, als je erin zit en hij keert onder punt D, dan wil je eigenlijk uit de trade zijn. Want dan klopt de variant niet meer. Dus dan kun je beter zeggen, oké, dan ben ik eruit. Want dan is er dus maar heel weinig pullback. Dus dit is een... oh ja, en dus wat ook nog belangrijk is, dat was ik even vergeten te melden, dat heb ik uiteraard wel in het boek gemeld. Het handelsvolume is heel belangrijk. Je wil graag dat er veel volume is, zodat de kans ook veel groter is dat dit soort pullbacks ook plaatsvinden. Want als er heel weinig volume is, dan kan het toch ook nog wel zo zijn dat er gewoon heel hard één kant wordt opgelopen. Dan omhoog, dan naar beneden. En dan heb je ook weer minder aan die pullback. Maar je wilt dus eigenlijk dat er veel volume is, dat er ook veel mensen zijn die bijvoorbeeld een winst gaan nemen, dus die uitstappen, en dat er koopjesjagers instappen, en dan doe jij dan een beetje mee, en dan ben je er weer uit. Oké, is dat, Arie snapt het, dus tot zover duidelijk. Ik voel het ook, het is inderdaad wat meer contra-intuïtief, dat klopt, maar hij werkt wel. Dus... Ja, maar het mag wel werken. Mag wel werken, Jan. Alleen is het een beetje verwarrend. Want als je naar de ABCD-beweging kijkt, dat is op zich een positieve. Je gaat long, hè? Je hebt die entry op die rode lijn. Dus je gaat long. Maar je bedoelt eigenlijk dat je hiervoor een daling hebt gehad of zo, of niet? Ja, nee, die tweede is de agressieve variant. Daarbij. Die wordt volgens mij wel ook behandeld. Het komt eigenlijk om neer, als ik hier gewoon naar kijk, naar die groene candle en naar de groene beweging. Je hebt een beweging van A naar B, dat is een impulsieve beweging omhoog. Ja? Ja. Dan heb je dus een korte reactie op die beweging en dat stopt bij C. Ja. Dan veer je dus op, dan heb je dus een lokale bodem bij C en dan ga je omhoog. Ja. En bij die rode stippellijn, rode streepje ga je long. Met een stop los onder de vorige bodem, de C zeg maar. En dan ga je met een knal door de high van B. En dan heb je D, dat is weer een top. En dan ga je naar nieuwe beneden. Top. En als zodra je nieuwe top bent, maar je gaat dus al vrij snel bij de knik naar beneden toe. Eruit is, bij de exit, precies, zeg maar. Maar je zet dus ook de stop heel strak. Want dat is een voordeel die erbij hoort. Dus waardoor je dus gewoon zegt van, oké, zo gauw dat geïnvalideerd wordt, dan ben ik er ook uit. En die eerder is dus, in het boek heet dat een vroege instapvariant, maar dat is eigenlijk gewoon een agressievere trade, waarbij je dus dan wel met de trend, zeg maar, meegaat. Maar wij zien die trend hier natuurlijk, van, hij is af, maar hij is dan natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet af, want we zien eigenlijk Je treedt links van de grafiek. Dus je ziet eigenlijk alleen maar die A, B, C. Die heb je dan gezien. En we gaan dan weer omhoog. En denk je, oké. Ik denk dat we voorbij punt B weer gaan. Dus ik stap vast in. Dan kun je meer pakken als het klopt. Want die eerste beweging van A naar B was natuurlijk vrij stevig. Dus dan denk je, oké, daar zit veel power in. De pullback is eigenlijk vrij licht. Dus ik heb er vertrouwen in dat we weer een nieuwe aanval op B gaan doen. En daar waarschijnlijk wel voorbij komen. Maar dat is wel riskanter, als je het zo mag zeggen, dan als je wacht op punt D en dan de pullback gaat traden. Want dan zie je wel meer van de beweging. Dat is een beetje de gedachte. Ja. En daarom is het ook zo contrast. Nou, is het leuk om hier straks... En...
Ja, maar als je dus ook met je volume kijkt, met de dategene, Nasdaq, de DAX, pakken we de volumes niet. Want dat is niet Ja. belangrijk, omdat we met futures handelen. Als jij dus aandelen handelt, ja, Ja. dat zou kunnen. Maar wat, misschien is het leuk om daar ook met een. Ik heb ook een overview gemaakt van aandelen. En misschien is het leuk Ja. om met. Voor mijn Tesla of zo heb ik een keer gemaakt, dat ik dat kan Ja. laten zien. Ik heb dus een Tesla gemaakt en Amazon. Misschien is Ja. dat leuk om dat even te kijken of dat Ja, sure. ook zichtbaar is op de grafiek. En dan met aandelen, dan moeten we daar wel even even kijken hoor. 1, 2, 3. Ja. Het is leuk om daar iets mee te doen. Ja, ik moet even de grafieken bijpakken. Want er zit nu behoorlijk een negatieve trend, zag ik. Ja, ik weet niet of als ik nu het scherm grafiek naar rechts sleep. Ja. Even wat lelijke lijnen weghalen, want die stippellijnen, die rode, dat zijn gridlines. En die zijn Dit is behoorlijk vervelend. Dus die haal een ik 15 weg. minute. Wat is dit een de candles zijn? Kan One dat minute is het. 1 minute? Ja, Well, 1 minute. want Oké. de vraag is, Jelle, jij hebt het over wat voor candles jij bij daytrading hebt. Is dat bijvoorbeeld 5 minuten of 15 minuten juist? Ja, dat hangt dan weer. Kijk, je hebt natuurlijk binnen daytrade heb je ook weer intraday. En dus kun je ook weer wel. De factor is natuurlijk scalp is natuurlijk eigenlijk ook gewoon daytraden. En dan heb je wel echt wel kleinere candles. Maar als je gewoon zegt van ik heb een horizon van een paar uur. Dan werk ik graag met 5 minuten, 15 minuten en een uur. Dus uur is dan voor de wat bigger picture, zeg maar. En dus dan kun je over een aantal dagen kun je zien. Misschien ook nog wel overigens even een dagje. Dat je een daggrafiek, dat ik gewoon even kan zien waar zitten we in de beweging. En dan schaal je dus naar beneden, zeg maar. Dus dan ga je naar een uur. En dan voor de echte instap kijk je dan naar ja, 5 minuten, zou ik zeggen. Dus de 15 minuten is dan meer wel waar zitten we op dit moment. Maar 5 minuten is dan wel, geeft dan toch weer een duidelijk beeld aan wat is er op, waar zitten we momentum-wise op dit moment. Ik zie wel Want dit dat is. Tesla uit de bocht is gevlogen. Ja, dit is minute, toch? Zei je net. Nee, deze dag, die is uit de bocht Of is gevlogen, dit zie dag? ik. Oké, nou, there you go. Dus als je dat, die informatie wil ik wel eerst hebben. Dat ik kan zien van, oké, dus we hebben een behoorlijke daling gehad. We zien hier ook best wel die links daar, de Death Cross, zeg maar. Die groene, het groene kruis helemaal onderaan de bodem, zeg maar. De dia. Nou, dat is een potentiële support. Daar zitten we niet zo heel ver meer vandaan, als ik dat zo zie. Wat is van 2,24 naar, ja, wat is dat? Wat is de bodem van dat punt? Van die groene Dodge? Ja, dat is 2,12? 2,11, 2,12. Ja, zitten we niet zo heel ver meer vanaf. En dan kijk dan eens naar de 15-minute candles. Gewoon van vandaag dan, zeg maar. Ja, oké, okay, de 15 minutes. Dus deze Ja. dan. Nieuwsgierig waar dat dan hoe wat dan de en kun je Voor me iets vandaag. ja kun je me iets ook nog eventueel iets ja zo, ja precies dat ik een beetje meer kan zien ja zo is bottoming out maar dat lijkt meer een soort van consolidatie waar we nu in zitten dat laatste stuk zeg maar maak hem Nou, nog wat kun je ik nog wel interessant vind, ja. Ja, maar ja. er zijn twee dingen. Wat je dan ziet, is. Het is ook even voor iets om te leren, dus. Ik heb het bij die daytrading seminars altijd over candle-by-candle analysis, hè? Even Ja. kijken of ik die op dag kan zetten en dan die kant op. Je had het met dit dingetje. Kijk, dan heb je dus een Ja. hele val naar beneden, links. Dan gaan we hier Ja. naar beneden, zo bam, bam, bam. Heb je dus Ja. echt een dodgy hieronder. En dan Ja. heb je dus hier tussen een kleine gap. En hier heb je Ja. een gap aan de rechterkant. Ja. Dus als je hier short zou zitten, overnight. Dus niet dat je dat moet doen. Maar stel dat je short zit, dan zit je hier gigantisch scheef. En dat is ook, als jij zo'n candle hebt en je zit scheef, moet je gewoon eruit. Want je moet altijd een nieuwe low hebben bij een nieuwe daling. Dus
Dus hier zie je dus een gap-up. Dit is een heel belangrijk signaal. Als je dit soort patronen Ja. ziet, dan is dat, Dat is spreekt het te kracht vroeg. uit. Je weet natuurlijk nooit dat er een beweging naar boven komt, maar het is wel een signaal dat de markt omhoog kan. Maar als je dat zo bekijkt, hè, dan heb je dus Zo'n bijvoorbeeld candle hier. inderdaad. Zo'n candle met zo'n hele kleine body, zeg maar. Of eigenlijk geen body heeft hij eigenlijk. Dat duidt echt wel op dat het daarover is, zeg maar. En als je dan die tweede candle ziet, die tweede groene candle, dan zou je kunnen zeggen, nou, wacht ik daarop, zeg maar. Ik vind dat daar wel veel kracht uit spreekt. Want Kijk, dan heb je dus eerst die belangrijk. drop-down. Het Ja. gaat, ja, gaat ook even om die beweging. Want je hebt dus over die ABC. Hè? Als je hier dus een Ja. A hebt, een beweging. Dan heb je hier bijvoorbeeld een B. Dat is een lokale top geweest. Hè? Ja. Deze. Ja. Dan heb je dus een hele kleine pullback C. Dan zou je dit Ja. bijvoorbeeld een A, B en C. En dan zou je dus hier een stop moeten leggen. Deze, hier. Ja, moet je daar dus in, Ik moet je doe in de de. inzet mode inderdaad. Ja. Ja, maar dan zou je dus, en dan heb je dus bij een beweging omhoog dat je naar lem gaat. Moet je dan bij die highs, als die highs worden doorbroken, Ja. moet je dan de high, hè, als je dan de high hebt gepasseerd, dan moet je erin. Dus dan heb je eigenlijk een, ja, toch een low risk opportunity. Want hier heb je dus zeg maar, pak een beetje, ja, 12 punten risk, hè, 12 punten. En dan heb je Ja. dus een beweging omhoog. Ja, dat is toch. Meer dan 26. Ik vind het dan wel prettig om maar dat is ook persoonlijk, om gewoon de helft van de positie uit te nemen op dat punt B, zeg maar. Dus we hebben die A, die B, de B is de top van de rode candle dan, zeg maar. En dan stappen we in bij C, dat is Ja. de bodem van de volgende rode candle. En zeg je, oké, dan wil ik het liefst eigenlijk gewoon de helft van de positie eruit op de top van B. Je weet natuurlijk helemaal, je weet natuurlijk of die wel echt vooruit gaat. Nee, Of maar we hebben dat hij geen daar. positie. Nee, je hebt een entry, heb je net gezegd. Die entry is naar mijn, Ja. dat zit al hier, Die bij die zit verder C, precies. AB. Maar dan kun je dus ook zeggen, ik wil. Ja, ik zit te wijzen aan de grafiek, maar niemand kan dat natuurlijk zien. Dan vind ik het Nee. prettig om een eerste exit te doen bij punt B. Dus dan heb ik gewoon een stukje Oh mee. ja, als Ben je ik, daar, ja, als je dus een ja, pak ik stijging de hebt. helft. Maar kijk, dit is. Ja, kijk, maar dit is natuurlijk een gestileerde. Dit is heel gestileerd. Dat ziet er heel fantastisch uit. Maar in de grafiek is dat iets weerbarstiger. Dat zie je minder. Maar wat het punt is, als je dus hier. Je kunt ook zeggen: oké, dit is een beweging A, B. Hè, dat is C. En dan stel dat je hier long zit. Maar het gaat om dat je natuurlijk wel. Op een gegeven moment bij een top. Dat je naar beneden gaat en uitgaat, hè? Naar de D. Oké. Kijk, ik hoor volgens mij niks. Klopt dat? Ben ik hoorbaar nog niet? Ik denk het niet, hè? Oh, Jal is bevroren. Oké, ja, dan is het goed. nou, misschien is het leuk om even te kijken. Dan ga ik even door naar de dingen, dat is namelijk de Nasdaq, want dat is namelijk een hele leuke ja, markt om daarop te handelen. Gaan we kijken of we hier wat setups kunnen krijgen. Dankjewel voor het meedenken. Dus als jullie mij willen ja, corrigeren, even in de chat aangeven dat iets niet goed zichtbaar is, of wel? Graag. Dan kun je mij namelijk daar even op helpen, zeg maar. Dus hartstikke mooi. Even kijken hoor. Laat ik even kijken of ik. Edi vroeg. Hoe kun je zien of er voldoende volumes zijn? Nou, dat zie je natuurlijk aan die staafjes onderin. Op die indicator kun je volume aan toevoegen. En dan zijn de hoge pieken, zeg maar. Onderin heb je volume met hoge staven. Dus dat is wat ik mee wil geven. Zo. Dat is hartstikke mooi. Yes. Maar even kijken of ik ja, Leon, of ik Janne nog kan vinden zo. Ik hoop het wel. Nou, deze. Yes. Weet niet of er nog andere vragen zijn op het gebied van.
het boek zelf of datgene, waar loop je zelf nog tegenaan bijvoorbeeld? Net even kijken. 121. 121. Ik ga even kijken in het bladzijde 121. En dat is. En het staat in het boek ook. Hetzelfde. Ja, is net uitgelegd. Top. Oké. Okay. Dus dat is die. Kijken of ik die vet erbij kan pakken. Yes, dat is hier. Ja, nu is het echter is dat niet goed. Naar de volgende. Ja, als jullie aan het handelen zijn, hè, dus op korte termijn, wat voor markten zit je zelf vaakst in? Is dat bijvoorbeeld de CDS op index, of Forex juist, of aandelen? Maar ik heb zelf minder ervaring met aandelen, moet ik zeggen. Kijken of ik die andere kan vinden. We oefenen Simone met de DAX US Tech zie ik. De meeste, oké, okay, heel goed. DAX, US, Texer, André, Stocks en S&P. Arie, hoe doe je de Stocks? Is dat met futures of met... ja, of doe je dat met de futures of met CFD's? Yes. Mooi. Ik nog een minuutje. Ja. Wat deze dan? Dan moet ik natuurlijk even Jelle weer omhoog zetten als presenter. Yes, make presenter. Komt goed, Jelle?
Ruime stops, maar ze gingen allebei aan. Ja. Maar ik werd zelf nu ook uitgegooid. Ik zag net iemand nog die zei: ik heb soms kleine winst en grotere verliezen. Nou, als dat het geval is, dan moet je echt kijken naar waar zet je je stops en wanneer stap je in. Want als je dus instapt zonder een duidelijk signaal en je gaat of je stapt er te snel weer uit, omdat je dit is iets wat ik overigens zelf ook had toen ik net begon met traden. Dat je hebt zet een koersdoel in, maar je bent bang dat je dat koersdoel niet gaat halen en dan stap je er eerder uit. Is dat herkenbaar? Dus dan pak je al winst. Maar je zegt bijvoorbeeld inderdaad, je zegt van nou, ik noem maar wat, de koers is op 100. En ik denk eigenlijk op basis van mijn theorieën, dus je ziet de candles, dat je denkt, nou, ik kan eigenlijk op 130 is een goed koersdoel. Maar vervolgens sta je op, noem maar wat, 115. En is er een pullback en gaan we naar 108, dan denk je, oh shit, het gaat allemaal weer af. En dan neem je snel winst, dan heb je 8 winst. Uiteindelijk komt hij dan vervolgens wel bij 130, maar daar zit jij dan dus niet meer in. En als je dat dan doet en je zet veel vrij ruime stops, en die laat je natuurlijk altijd wel gewoon hitten, want er is bijna niemand die zegt, oh nou, ik ga die stoppen vast omhoog schuiven, want het gaat zo goed, ook al heb je nog geen koersdoel gehaald. Dat moet je ook helemaal niet doen trouwens. Maar dan krijg je dus dat als jij dus heel netjes een koersdoel zet van bijvoorbeeld 30, maar even, ik zeg maar even wat hè, en je zet heel netjes je stop op 10, en dan heb je dus een hele nette 1 op 3 risk-reward verhouding, maar als je volgens die 30 nooit haalt, omdat jij daar al bij 8 uitstapt, en volgens wel steeds die stop dan wel pakt, als het dus misgaat, dan heb je dus eigenlijk de facto geen 1 op 3 winstverhouding, risk-reward verhouding, maar 1 op, nou ja, 0,8. Is dat herkenbaar? Voor degene die net dat zei van dat je kleinere winsten hebt en grotere verliezen. Ja, zie dat dacht ik al. Ja, dat is ook heel moeilijk. Je moet dus jezelf echt dwingen. Kan ik nu wel zeggen, natuurlijk, we beschrijven dat natuurlijk ook in het boek. Maar ik zeg toch even: je Jelle, moet. ik zit even. Ik heb het. Ja? Sorry dat ik onderbreek. Ik heb net een short ingelegd. Oké. Aan de hand van het systeem ook, want ja, de handel gaat voor. Tuurlijk. Onze daytraders. Ja, want we hebben dus dat systeem. Ik heb nu dus een trade van 14 punten. Voor mij heb ik Ja. hier 0,1 volgens mij. 0,1. Dus ook. Ik zag net inderdaad iemand die zei van ja, ik ben verliesgever aan het traden. De Ja. truc is. Om zo snel mogelijk die stop los richting break-even te zetten. Ja, dat Dat klopt. sowieso. Ja. En wat ook is, we hebben hier dus een one and all click trading system. Ik heb net een winst gepakt van 4 punten volgens mij. We lopen nu 20, 23 punten naar beneden toe. Winst, het groene cijfertje is een winst. Ja. Dat betekent, nu ben ik heel conservatief. In principe zouden we dus een koersel kunnen bepalen aan de hand van de vorige low. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar we hebben nu dus 30 punten winst. En je moet met de momentum mee handelen. Hè? Je moet met de Ja. momentum mee. Nou, hier zie je dus boom, boom. 25 punten. En dit is ons systeem die dus ook heel naadloos aangeeft of we long of short moeten gaan. Een oranje lijn geeft aan, je moet vanuit de shortzijde opereren. En Ja. een blauwe lijn vanuit de long. Nou, we zien dus ongeveer 30 punten. Normaal gesproken is 30 punten ook een take profit van ons, maar ik zie op zich wel dat we nu dus ja, toch een situatie hebben met rode candles, low zeg maar. Oh, neerwaarts momentum, dat is duidelijk. Ja. Ja, alleen dus de laatste candle. Kijk, deze, we hebben nu een dalletje, een piekje gehad of een spike naar beneden. Ik weet niet of Pieter Brok ook aanwezig is, want dat is mijn grote vriend natuurlijk. Ja, iedereen is een grote vriend, maar die kijkt ook altijd naar die spikes. En dit is belangrijk. Nu moeten we momentum vasthouden. En hier zien we dus nu deze candle. Ik wil dat er een nieuwe low in wordt ingeprikt. Als het niet gebeurt, we hebben nog 9 seconden op de klok. Bij de volgende candle, ik zit dan met mijn trillende vinger op de stopknop. Dan ram ik hem gewoon eruit zo. Dus nu wil ik zien dat de nieuwe dieptepunt wordt aangetikt. Zo niet, dan ga ik eruit. Kijk, nu heb je een mogelijke groene candle. Ja.
punten. Ja, Ik ga er het iets. is wat aan het afvlakken, het momentum lijkt het. Ja, dus daar wil ik niet zien. Ik wil een nieuwe low zien. En dat is namelijk ja, het eireten. Dus ik ga nu ietsjes naar beneden zetten. Die stop los is nu een stop profit geworden van 20 punten. Dus nu ook. Ik weet niet of iemand die short ook heeft opgepakt. Kijk, nu hebben we een nieuw dieptepuntje. Oh, Kijk, dit wil je zien. momentum. Je wilt gewoon ja, je wilt een nieuwe knak zien. We hebben dus een yesterday low van gisteren. Dat kan ook een puntje zijn. Ik heb mijn take profit bij de yesterday low. Heb ik neergezet. Dus Ja. dit is deze. Oké. Nou, je ziet dus deze, die prikken we er gewoon even in. En dus 30 punten, 28 punten. Nou, nu hebben we de groene candle. Dit wil ik niet zien. Nog 52 seconden op de klok. Ik wil een nieuwe lood erin hebben. Zo niet. Of ik word uitgenodigd op die rode lijn erboven. En Nou, de vorige candle was nog wel een nieuwe low. De vorige candle. Ja, Die... maar nu we zijn we met een nieuwe candle bezig Ja, het is inderdaad. een beetje het afzwakken lijkt het. Maar... Ja, Ja, en dan ja. aan de linkerkant hebben we dus die groene lijn. Dus S, dat is de sell 0.1. De SL heb ik naar beneden getrokken aan de linkerkant. Zie je dat. En ook de TP, de Oh, take ja. profit. Het kan zijn dat als we nu een knak naar beneden krijgen, 40 punten. En ik heb ook altijd in mijn betoog gezegd, je kunt altijd wel 40 punten pakken in zo'n sessie. Nou, we zitten er bijna. Dus ik wil even een dipje zien. Even dippen. Dat zou natuurlijk mooi Ja. zijn. En dan mag je zo weer verder hoor, maar ik wil het even af. Nee, dat is niet zo. Oh, ik zet dus mijn Kijk, eigen... 38 punten, 39 punten. Weer een nieuwe low. Althans, ja, hier dus. Maar deze candle, er moet momentum in komen naar beneden toe. 40, oké, okay, prima. Ja, trek ik wacht even. heel even Eén mijn ogenblikje. take-off naar beneden toe. Nee, wacht even. Ja, zeker weer een margin call te pakken, Jelle, of niet? Kijk, kijk, 40 punten. Nou, ik trek nu mijn stop naar beneden. Ik weet niet of iemand van jullie ook deze trade... heeft gedaan. Ik zie dat er iemand vraagt, is die SL een TP? Ja, die staat er automatisch in, inderdaad. Dat wordt meegegeven. Kijk, 43 punten. De yesterday wordt nu getest. Wacht even, ik moet even iets... En kijk, en dit is er geen bullshit verhaal, hè? Dus, want heel vaak zijn er van die sessies waar we dan achteraf wordt gekeken, aangewezen waar je moet kopen, verkopen. Nee, Nou, dit ik gebeurt vind... nu. Dit gebeurt nu, dus 38, 37, nou ik vind het op zich wel prima. Dus 35 punten, nou ik vind prima 35 punten. Nou, dan heb ik dus dit ritje gehad. En dit is wel cool, hè, want het aantal punten wat je hier ziet, als jij $1 handelt, is dat $40 in deze sessie. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb nu 0,1 gedaan, is dat... 35 punten geweest. 3,6. Ik heb ook winst gehad over $21 of €21 was op die Bitcoin. Een tijdje geleden. Dat zie je. Maar de vertaalslag moet je maken. Het gaat eigenlijk niet zozeer, Arie, om. Het gaat niet zozeer om het geld, zeg maar het aantal punten. Je moet zorgen eigenlijk dat je winstgevend weet te handelen. En op dat je beweging pakt. En Simone die vraagt, ja, waarom heb je niet op de bodem gekocht? Waarom heb je 45 Ja, dat punten willen we allemaal gepakt? natuurlijk. Ja, Dat wil ik ook nee, omdat de markt... Nee, de markt ging omhoog. Dus ik heb dus niet op die low wat gedaan. Maar had gekund. Nou, nu zitten we dus richting ja, de yesterday low. Het is ook belangrijk om Ja? winst te nemen. Dat zegt Jan Robert ook heel vaak. Dat heb ik jou heel vaak horen zeggen. En dat is ook echt zo. Je moet ook winst nemen. Dus je moet, het is een beetje ook in waar we het toen straks over hadden, voordat we deze trade gingen doen. Je moet eigenlijk van tevoren moet je koersdoel instellen. Zowel je stop als je take profit. Dan heb je een richtsnoer. En dan zeg je, oké, op basis van wat ik hier zie gebeuren, ga ik, dit is waar ik voor ga. En dan moet je ook gewoon wel uit kunnen stappen. Want het kan natuurlijk altijd nog verder gaan, dat klopt. Maar als je altijd wacht, als je altijd blijft wachten op meer winst en meer winst en meer winst, dan eigenlijk heb je niks. Want er is altijd wel weer een pullback. Klopt. Dus je moet ook winst durven nemen. Dat je gewoon zegt, oké, okay, en dan... En wat Jan Robert ook veel doet, wat ik zelf overigens ook veel doe, is dat je gewoon met een plukje blijft zitten. Je kunt altijd zeggen, ik hou nog een plukje over.
En dat is dan, zeg maar, dat is dan voor, nou, als het wel heel lang doorgaat. Maar je moet ook gewoon uit kunnen stappen. Oh, wacht even hoor. Ja, heel mooi. Moet heel even, Maar je ik ben ziet, heel. hè, ja, is goed, is goed. Maar you're excused. Ik heb hier het volgende. Dat is namelijk bovenin zitten, zie je de kleur van die PMA. Die is oranje dus. En dus zolang die oranje is, kun je op zich blijven zitten. Maar ik heb twee posities. Hè. Ik had twee posities. Eentje was ik met snel eruit. En die andere heb ik dus door laten lopen. En Joop, leuk dat je kijkt natuurlijk. De meeste pullbacks doen toch meestal de winst teniet. Hoe kan je een plukje houden als je op $1 treedt? Nou, dan, wat je dan moet doen, Arie, ik weet niet of je op een MTW-systeem, of in ieder geval het systeem hebt, dat je dus metatrader hebt. Maar wat je dan kan doen, kijk, ik heb hier lot size 0,1. Normaal gesproken doe ik dan 0, als je dan 1 doet, dan zou je dus een halfje moeten doen. Hier vul je dan 0,5 in. Twee keer een half. Twee keer een half. Nou, is dus 1. Dus dan klik je twee keer een half aan. En dan kun je een positie halveren, zeg maar. Maar je kunt niet de ene, als je 1 invult, dan kun je niet 1 uithandelen. Dus gewoon all of none. Dus alles of niets. Nou, als je interesse hebt in het systeem, zeg maar, je wilt iets meer weten. Dus oké, wacht even hoor. Sorry, ik kreeg een call. Geen margin call trouwens. Met een deelnemer, denk ik. Wat ik even wil meegeven. Ik wil jullie even laten zien. Dus als jij meer wilt weten over het systeem, zeg maar. Ik heb voor jullie hoe heet dat? Ik heb hier een website. Maar die zal ik ook even in de chat zetten. Erbovenin bij de call to action. Er staat ook een Calendly link in. Dus als je interesse hebt in een call, dan kun je dat daar naartoe. Dan kun je daar even op klikken. Dus als je op de website gaat kijken. En voor meer informatie over het systeem kun je daar op klikken. Dan kun je bij ons een call inplannen van 15 minuten ongeveer. Of langer natuurlijk, 5 of een half uurtje wat je nodig hebt. En wie herkent dat wel als jij in een trade zit of je hebt gewoon winsten gehaald, dat je dan zegt: ik ga door omdat we winnen. Zolang je wint, moet je doorgaan. Weet ook op een gegeven moment te stoppen, dat je niet alle winsten weer wegspeelt, hè? Klopt, hè? Oké, nou, ik heb nu voor jullie even de link erin gezet: create. Even kijken. Bedankt Bas. Mooi dat je gekeken hebt. Ik spreek je snel. Van jullie heeft het M2-systeem al. Dat ga ik even in de poll doen. Maar bovenin in de regel heb je de klik hier, zeg maar, voor meer informatie over de website. En op onze website kun je ook onze handleiding gratis downloaden. En wat ik ook heb aangegeven, je hebt iets meer informatie over het systeem. En dan kun je er ook een discovery call met ons inplannen. Dus dat is mooi. Ja? Dus Jelle bent terug, hè, volgens mij. Ja, het is een beetje druk op het moment. Ik moet eigenlijk ook gaan. Ik heb nog een paar minuutjes wel. Dan moet ik, want ik ben nog Ja, een met paar andere. minuten. Maar dan rond ik zo wel af. Maar je was geen margin call, hè? Of wel? Het was geen margin call. Hoe is die trade nog afgelopen? Hoe ben je eruit gesprongen? 35 punten heb ik winst gehaald. Ja, dat is wel lekker. Dat was toch snel binnengetikt, die 35 punten. Dus Ja, helemaal terecht. maar dat is wel, we zijn een soort ADD-trader, hyperactief zeg maar. Maar korte ritten, gewoon 1 minuut en niet meer aan het klooien. Mijn vriendin staat ook al achter mij, je moet nu stoppen, zegt zij. Je moet handelen. Margin Aan de andere call. kant, morgen niet meer de. Ja, Oh ja. precies. Margin call is wanneer je broker zegt dat je het verschil moet bijleggen omdat de trade zich tegen je keert.
En wat je hebt vaak, hoef je maar een deel van de trade, van de positie echt op tafel te leggen. Maar als het dan tegen jou keert, en dan kan er gezegd, oké, dan moet je nu het verschil bijleggen. Of als de, bijvoorbeeld als een, als je een optietrade hebt, en dan kan, maar dat is meer Jan Roberts afdeling, kan het ook voorkomen dat er gezegd, oké, nou moet je afnemen. Je moet nu de opties expired en je bent on the hook voor de aandelen, of in ieder geval de financial instrument waar je op hebt gespeculeerd. Dat is een margin call. Is het Ja, niet ja. de margin call? Maar dat zijn mijn flauwe grappen. De meesten die mij wel langer kennen die grappen wel. Oh, oké. Heb jij, volgende maand doen we nog weer een sessie, Jelle. En mijn vraag is, heb jij nog een final, weet je, remark voor, misschien een gouden tip, maar in ieder geval een final remark voor de deelnemers om af Nou, te ronden. heb ik wel voor. Kijk, het daytrading boek is, als je dus echt in de daytrading bent, als je dus posities hier open te sluiten binnen een dag, zeg maar, staat echt heel veel informatie in. Maar je moet het wel anders benaderen dan een swing trade. He, dus als een swing trade is een trade die soms over weken verloopt. En het gaat hier echt om korte trades. En dus heb je bijvoorbeeld, ik zat vandaag aan het, ze hadden ook een beetje mee te spelen met die opening bell strategieën, zeg maar. Dus waarbij je, als de markt zich opent, dan in dat eerste half uur, drie kwartier, dan gebeurt er vaak heel veel. En dat zet dan ook regelmatig de toon voor de rest van de dag. Nou, daar kun je je voordeel mee doen. Dat heeft alleen maar zin op die dag. En dus het zijn strategieën waar je, als je dat nog nooit mee hebt gewerkt, dan moet je daar wel eventjes, denk ik, handigheid in krijgen. Maar je kunt daar wel echt wel je voordeel mee doen als je er een beetje in komt. Dus het is ook een kwestie van oefenen. Dus de gouden tip is eigenlijk dat je experimenteert met een aantal van die daytrading-strategieën. Eerst dan op een oefenaccount om te kijken welke je een beetje ligt. En probeer dan om daar, ja, in korte trades met vrij veel zekerheid, zeg maar, kleine winsten te pakken. Dat is toch een beetje de name of the game bij daytrading. Oké. Okay. Ja, oké, tot zover. Nou, we hebben nog ongeveer 9 minuten. Ik weet niet of jij nu moet gaan, maar dan bedank ik jou in ieder geval, Jelle. Blijf even hangen, iedereen. Ik zie dat een aantal votes zijn geplaatst. De helft heeft ongeveer gevote, zeg maar. Dus ik sluit zo de vote, dan kan ik even het scherm delen. En dan zal ik ook even wat grafieken tonen op basis van de aandelen. Van het Dow Jones bijvoorbeeld. Dan zal ik dat doorsturen. Harry zegt dank je voor jouw bijdrage. En Door, ik zie even wie kijken wie. Absoluut. Tot snel iedereen. Dus Anders zegt dank je, Piet ook. Dus ik end zo over een minuutje de vote. En dan ga ik zo het scherm delen. Wil iemand een aandeel zien? Gewoon intraday, hè? Dan pak ik dat even op de TradingView. Pak ik die. Want dat is een iets lichter programma. Simone heeft nog een vraag. Die zegt: je kunt niet een koopverkoop gelijk laten lopen. Dat heb ik vanmorgen geprobeerd. Ja, natuurlijk, Simone. Je kunt een long en een short tegenover elkaar zetten. Maar wat heb je eraan? Want als jij dus long zit en short tegelijk, dan heb je dus per saldo een nul affaire. Want wat je op de ene wint, verlies je op de andere. En je hebt alleen een spread tegen. Dus Simone zegt Netflix. Oké. Mooi. CP Redijk zegt ASML. Oké. Pak eerst Netflix. Oké. Wat je doet op TradingView. Ik ga nu de votes enden. Oké. Yes. En voting. Share results. Dankjewel voor het delen. Dus even kijken. Hoe moet ik dat lezen? 61% heeft het systeem volgens mij. Denk ik, hè? Ja, ik heb het systeem. Oh nee, 46% heeft het systeem, zie ik. En de meeste, sommigen niet. Oh, ik zie het al. Ja, ik zie het al. Ja. Oké, dankjewel. Even kijken hoor. Dan ga ik deze closen. En volgens mij kan ik dan naar mijn scherm, screen sharing.
Als jij iets wil weten over de markt, ga ik even als tip meegeven, als bonus voor jullie. Hiermee kun je niet handelen, hè? Dus voor de analyse is dat. Dus neem gewoon een account bij TradingView, het is gratis. Je hebt ook een betaalde versie. Dat kost iets van 10 euro per maand of zo, maar je kunt ook 30 dagen proef nemen. En dan kun je meerdere watches aanmaken. Nou, ik pak even een watchlist, dat hoeft niet, hè. Ik pak even een aandeel, dus ga je naar linksboven, dan gaan we daar Netflix doen. En Netflix, NFLX. Ari, als jij met mij een call wilt inplannen, graag, want dan kan ik dingen uitleggen. Ook over MetaTrader 4 en ook over TradingView eventueel. Kijk, gaan we even naar Netflix. Als het goed is, zien we ook mijn scherm nu, hè, met de trades. Dan pak ik, dit is dan een, kijk, dit is namelijk een weekgrafiek. Maar dan ga ik even op de, zullen we doen, kwartiergrafiek? Kwartiergrafiek, want dan kunnen we ook de opening mee pakken, zie je? Kijk, boom. Het grappige is, waarschijnlijk zijn er cijfers geweest, hè, want ze hebben een behoorlijke sprong gemaakt. En dit is namelijk ook even een waarschuwing. Als je gaat handelen met aandelen of met CFD's en je gaat dus een aandeel handelen long en short, zorg dan ervoor dat je met cijfers of rond de cijfers uit de positie gaat. Want je ziet het, de markt spriet omhoog en als je dan op 10 aandelen short zit, dan ga je dus, we zijn op 3,45 gesloten. En we openen op, zeg maar, 3,95, 50 punten, $500 aan je broek. Dus doe dat niet, want dan heb je gewoon heel groot verlies. Want dit is de slotkoers van gisteren. En earnings staat hier, hè. Het staat ook bij TradingView een eetje, earnings heet dat. Klik je erop, nou, die zijn dus meegevallen. En dat Wednesday 18, en dat was dus na beurs. En dat was estimated... Even kijken. Ja, het report apart is. Dat revenues, die waren wel een beetje, ja, rond. Ja, die vielen dus mee, maar ik denk op de verwachtingen dat die meevielen. Dus deze. Maar je kunt ook de aandelen op MT4 doen bij. Maar FX Flat of... Hoe heet dat? Die MetaTrader, die loopt soms vast. Dus dat wil ik even niet doen op de wille van de tijd. Maar wat je dus ziet, hè, ken je ook die tegenswijsheid van gaps have to be filled. Nou, voor mij is een grote bullshit, want je ziet, een gap die wordt helemaal niet gevuld. Misschien wordt het wel op een gegeven moment gevuld, maar nu niet. Je ziet dus een behoorlijke sprong. En dit is belangrijk. Laurian voegt aan toe, netwerk meer gebruikt. Vandaar de koersprong heeft te maken met het feit dat accounts nog maar per kunnen worden gedeeld. Nou, ik ben een van de heavy users trouwens hoor. Maar top, nou heb je hier dus een opening, een gap up. En dan zie je dus dat de loop van deze dag, die wordt niet meer doorbroken. Nou, je ziet dat het een vrij positieve dag is gebleven. Nou, dus hier kunnen we op zich niet zoveel mee. Dan gaan we naar ASML kijken. ASML, en dan als je dus heen naar gaat kijken, ASML, en je klikt All aan, dan hebben we dus ASML Holding in New York. Die pak ik even niet, maar ASML Holding met een Nederlands vlaggetje. Dat is Euronext Amsterdam. Zo. En dan zien we hier dus ook een 15 minuten grafiek. En dan gaan we hier even kijken naar... kijk hoor. Kijk, dit is een leuke. Hier hebben we dus een gap up en een kleine gap up. Want hier heb je dus een slotkoers gehad, volgens mij. 5,53. Hier heb je gelijk een gap up. Nou, ik heb ook altijd aangegeven, als je dus een low hebt die niet meer wordt doorbroken, nou, dan wordt het een positieve dag. En dat is ook wat je dus kunt bekijken. En dat heb je natuurlijk met aandelen veel beter dan met crypto's. Maar dan zie je dus een positieve dag. En dan zie je dus dat er iets omhoog is gegaan, maar dan bij een pullback. Dat je dus weer een hogere bodem hebt op dit moment. En dat je dan op een gegeven moment in kunt stappen.
Weet je nog dat wij die de ABC hadden? Nou, dit kun je ook een beetje als een ABC zien. Ik weet zeg niet hoe ik hier een, iets kan tekenen. Maar goed, je ziet mijn handje. Dus gaat mijn handje van A, B, C. En dan zou je dus in dit gebiedje hier, heb je dus highs. En dat is ook in het kader van candlesticks, hè. Dat je dus ziet, hey, we hebben dus een consolidatie gehad. En zodra je dus een high doorbraak hebt, boom, dan kunnen we mee in de richting van die markt. En dat zijn even wat tips voor mij, voor jullie. En het is bijna 8 uur. Ik denk dat jullie straks of een ander webinar, misschien van Harm of van iemand anders. Morgen, als jullie bij beleg.com ook de opties wilt kijken, dat is niet om 10:30, maar om 16:00. En dat is ook duidelijk natuurlijk, hè? Gecommuniceerd in de mail. En pak nog even een aantal vragen van jullie op. Dus zijn er vragen op dit moment verder nog lopen? En dat je nog hebt die we moeten behandelen? Ja, Joop heeft nog een goede opmerking. Hij zegt, is het een idee om bij aanzien stoppen of doorgaan 2 trades te doen? Zodat je beide uitkomsten tegemoet kan zien. Nou, wat ik altijd zou aanraden, Joop, doe altijd 2 keer een contract. 2 klikken, zeg maar. Bijvoorbeeld 0,1 en 0,1. Als je 1 positie met winst kan sluiten, sluit de winst en laat de andere doorlopen. Dat heb ik net ook laten zien met die Nasdaq trade. En voor de rest is het zo dat bij een verlies moet je wel allebei de gelijk hakken, zeg maar. Ja, dus André zegt even inderdaad bij stoploss aan optrekken, inderdaad bij plus 5 punten in de winst. En daarvoor niet blijven laten staan, André. Ik weet niet of je nog kijkt. Maar wel dat je namelijk altijd de stop los zo snel mogelijk richting break-even zet. Dus die Nasdaq had ik op 30 punten. Die moet je richting 20, min 20, min 10 zetten. Zo snel mogelijk. Nou, als iemand ook een cijfertje wil geven. Geef een cijfertje tot slot. Maarten zegt, coach, dankjewel. 9,11, dankjewel. En 10. Jij zat op de wachten natuurlijk. Dankjewel. 8, 9. Ja, coach deelnemers hebben altijd een uur coaching met ons. 4 keer een kwartier of 2,5 uur. Vier uur om even contact op te nemen met ons. En dankjewel voor het kijken. Excuses nog voor de delay. Een kleine delay van mijnerzijds. Op een of andere manier was een blokkade van virusscanner. En neem contact met mij op. En heel veel succes. En Jos die zegt 15 seconden kan ik niet instellen. Ik weet niet wat Jos van Sant hiermee bedoelt. 15 seconden. Weet je wat je daarmee bedoelt, Jos? Dank aan jullie, zegt Patrick. Ja, ook jullie bedankt dat jullie tijd hebben ingeruimd voor ons. Wouter Haan, top dat je kijkt. Ruud ook, altijd gezellig natuurlijk. En tot de volgende keer. Heel veel succes. Fijne avond, dag. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. Nou, de opname is gelukt en dat wordt ook straks gecommuniceerd. Ciao, ciao.